2019 startte Vitale Vakantieparken Drenthe het Recreatie Excellentieprogramma, afgekort het REX. Daarmee wilden we het aantal excellente recreatieparken in Drenthe vergroten. Parken mochten hun plannen bij ons indienen en konden dan 1/3 van hun investering gesubsidieerd krijgen, tot het maximum van 1 ton. Nu, 5 jaar later, is het REX-programma gesloten en ga ik aan de ondernemers vragen wat het ze heeft opgeleverd, zowel voor hunzelf, voor hun gast als voor de omgeving. We zijn hier op Jelly's Hoeve, een van de eerste bedrijven zo'n beetje die het REX-programma hebben gezeten. Ja, klopt. Ja. In ieder geval mijn eerste waar ik mee te maken heb gekregen. We hebben een hobbelig begin gehad, Roger. Wat kan je even in het kort wat vertellen over het park, wat voor park jullie zijn? Nou, wij zijn Jelly's Hoeve en wij zijn een park wat speciaal gericht is op volwassenen. Dus onze doelgroep, onze unique selling point is recreanten boven de 18. En dat kent het hele scala van boven de 18. Dus we hebben zowel mensen, twintigers, dertigers, die van rust houden en nog niet aan kinderen toe zijn of geen kinderen willen. Als oudere mensen die zoiets hebben van het is wel prima eventjes lekker die rust omheen en niet op de kleinkinderen passen. En dat is, het resultaat daarvan is dat we het hele jaar gewoon een hele mooie bezetting hebben en een goede focus op onze doelgroep. Ja. Hey, jullie zijn een camping, jullie hebben ook wat accommodaties erbij. Kan je daar wat over vertellen? We hebben naast de camping hebben wij nog 3 logementen in de boerderij. En 2 tweepersoons en 1 vierpersoons logement. Okay. Jullie zijn het REX traject ingerold met mijn voorgangster Toniek. Ja, die heeft klopt. Jullie geholpen met het maken van de plannen. Ja. Jullie zijn een aantal jaren geleden hier gekomen. En ons uitgedaagd. Ja, jullie willen wat ontwikkelen. Nou, daar heeft Toniek wat aan bijgedragen. Wat kan je vertellen over het traject en ontwikkelingen die jullie zijn doorgemaakt? Nou, we wilden heel graag meedoen. Omdat we inzagen van ja, dat kan ons wel helpen om onze plannen te versnellen en kwalitatief beter te maken. We zijn natuurlijk in die zin een klein bedrijf. Mijn vrouw en ik doen dit samen. We hebben 42 plekken en 3 huisjes. Maar we wilden wel verbeteren in een tempo wat we eigenlijk niet helemaal alleen konden dragen. Ja. En de bijdrage vanuit REX, en dat is niet alleen financieel, maar zeker ook qua kennis en expertise, heeft ons geholpen om dat te versnellen. En wat je al zei, het was zeker in het begin wat hobbelig. Maar als je gewoon terugkijkt, is het voor ons een heel dankbaar traject geweest. En waar heeft dat versnellen met name ingezeten? Afzonderlijk van de financiën, daar komen we straks even op terug. Nou, toegang tot een netwerk van kennis en ideeën. Kijk, want denk ik zelf al in de basis een heel goed plan. Ja. Maar door daar met meer mensen naar te kijken, met meer mensen over te spreken, is dat een veel beter plan geworden. En zijn er elementen ingekomen die we zelf niet op eigen kracht gedurfd hadden. Kan je een voorbeeld noemen? Nou ja, waar we hier nu staan, hè, dat zijn onze topplekken met natuurterras. Als je 4 jaar geleden kwam, dan was dit een traditioneel kampeerveld met een naar binnen gerichte blik. En mede door VVP is gezegd van joh, het Uffelte binnenveld, dus eigenlijk de rand van het natuurgebied, kan je het niet meer bij je camping betrekken. Ja. En dat is gelukt. Dus we hebben de oriëntatie van de plekken hebben we omgedraaid. We hebben de singles hebben we opgeschoond. En eigenlijk sta je nu gewoon aan deze kant van de camping met je voet in het Uffelte binnenveld. En is de camping veel meer opgegaan in de natuur. Het is een veel mooiere camping geworden. Ja. Hey, het is mooi dat het een mooie camping is geworden, maar heeft het ook wat opgeleverd? Zeker, ja, absoluut. Ja. Kijk, deze plekken worden als eerste geboekt. Mensen vinden het een hele mooie plek. Natuurlijk is hij ook wat kostbaarder per overnachting, maar mensen hebben dat er graag voor over. Ja. Ja, dus bezetting is uitstekend. Ja. Dus, rendabel gezien is het ook een hele slimme keuze geweest. Absoluut, ja. Hey, dit is een van de ontwikkelingen die jullie hebben gedaan. Wat hebben jullie nog meer gedaan? Nou ja, naast deze plekken opnieuw inrichten, hebben we ook de hele camping opnieuw bekeken. We hebben een onderzoek laten doen, een historisch onderzoek van hoe het landschap zich hier ontwikkeld heeft. Welke planten en bloemen hier van oorsprong horen en hoe je die het beste kan gebruiken om de camping meer cachet te geven, meer biodiversiteit te krijgen. Dus we hebben de afgelopen 3 jaar met dat beplantingsplan hebben we ook heel veel andere beplanting neergezet. Die ook bestand is tegen de klimaatsveranderingen. Maar die hier ook van oorsprong heel goed gedijen. Ja.
Dus we hebben echt heel veel meer vlinders, libellen en vogeltjes. Bijzondere vogeltjes die we voor die tijd niet hadden. Dus het is ook wel tastbaar dat daar wat veranderd is. Ja, we liepen net de camping op. Liepen we langs een aantal paaltjes die je hebt neergezet. Dat Klopt. Is herbruik van materialen. Ja, heb ik allemaal zelf gemaakt van afvalmaterialen in de wintermaanden. Lopen we even heen. Vind ik leuk om te doen. En ik vind het ook nog wel een uitdaging om te kijken van wat er nog op de zolder ligt. Waar ik wat mee kan. Het is verlichting die je ook geschakeld hebt, op een sensor hebt staan. Ja, klopt. Het is nachtverlichting. Het is gedempt groen licht. Dus het is heel geschikt voor de vogels en de beestjes om die de rust te geven. Het is minder verstorend dan van die hoge lantaarnpalen. Ja, die lantaarnpalen. Net branden ze nog, maar ze zijn nu... Ja, dit zijn ze. Nu zijn ze uit. Ja, dus die hebben we allemaal zelf gemaakt. Die heb ik allemaal zelf gemaakt. Ja. De lantaarnpalen zijn met hetzelfde groene lichten uitgerust. Dus het is een hele serene sfeer 's avonds. Je kunt de sterren goed zien. Ja. En een bijkomstig effect is, deze kleur licht trekt geen motjes en vliegjes aan. Dus als je hier 's avonds voor de tent zit, is dat ook veel plezieriger. Ja, maar dat was ook een onderdeeltje wat jullie in het programma hadden zitten. Hè? Een stukje duurzaamheid. Je vertelt net van de zonnepanelen die erop liggen. Daar gebruik je elektrische apparaten voor. Daar zullen ook voorzieningen nog voor een groot deel op draaien, neem Klopt, ik aan. Ja. Maar je hebt nog iets gedaan wat misschien nog wel veel meer op heeft geleverd. Want je bent gegroeid in bezetting, maar qua energie ben je naar beneden. Kan je daar wat over vertellen? De bezetting is absoluut weer toegenomen in de afgelopen jaren. Maar het energieverbruik is meer dan 50% gedaald. Die 50% bestaat voor 30% uit het gedrag van de gasten. We zijn in dat hele traject begonnen met het individueel bemeteren op de plek. Mm-hmm. En dat heeft wat gedaan met het gedrag van de gasten. Dus ze verbruiken allemaal minder stroom en ze vinden het nog leuk ook. Ja. En het andere bijkomstige voordeel is dat we op die manier ook hebben kunnen inrichten dat een elektrische auto bij ons op elke plek geladen kan worden. Zonder dat daar speciale ingrepen of voorzieningen voor nodig zijn. Jullie park ligt in een fantastische omgeving. Zeker. Dicht tegen het dorp Havelt aan. Midden tussen de drie nationale parken. Ook nog Alles eens. Op fietsafstand. Wat heeft jullie park voor impact op de omgeving? Kan je daar wat over vertellen? Economisch of op een andere manier? Weet je, we hebben natuurlijk onze doelgroep, zei ik al, zijn recreanten boven de 18. Maar dat zijn vooral ook rustzoekers, en stijlzoekers en inzichtzoekers. En die vinden het mooi om de omgeving te verkennen, maar ook lekker uit eten te gaan, museum te bezoeken. En wat dat betreft, onze bezetting is natuurlijk flink toegenomen. Dus de omgeving die heeft daar ook van geprofiteerd. Wij verwijzen actief door naar de restaurants en naar de musea. Ik zeg altijd, we hebben een mini-tip in onze receptie, waar we gewoon heel veel informatie geven aan de gasten wat er in de omgeving allemaal te doen is. Kan je iets vertellen over de investeringen, over de omvang die jullie zelf hebben? Ja, we hebben vanuit Rex hebben we volgens mij een kleine €50.000 gehad, 49 nog iets. Ja. Maar in het hele traject hebben wij daar zelf nog 1,5 ton tegenaan geveegd om het compleet te maken zoals wij dat wilden hebben. Ja. En dat is voor ons, we zijn niet zo'n heel groot bedrijf, is dat een aanzienlijke bedrag. Veel geld. Is veel geld. Ja. En het programma heeft ons wel geholpen om dat sneller te doen dan dat we dat zelf hadden gekund. Ja. Dus dat is een van de bijkomende voordelen geweest. Als je het zelf allemaal moet investeren, dan moet je het over meer jaren uitsmeren. Ja. En nu heb je de mogelijkheid om met een bijdrage het sneller te gaan doen. Ja, dus toegang tot kennis, hè? Dus de kwaliteit van je plannen verbeteren. Maar ook het traject kunnen versnellen, doordat er ook een financiële impuls aan zit. Ja. En nou zijn we bezig met een vervolgtraject. Het Rex bestaat niet meer, dat hebben we afgerond. Een van de dingen die we nu doen is even kijken hoe het met die Rexpark is gegaan. Ja. We zijn met een nieuw traject gestart, de Uitblinkers. Daar zit heel veel kennis en expertise onder. Als jij nou een ondernemer die twijfelt over deelname aan zo'n traject zou moeten adviseren, wat zou jij hem of haar willen vertellen? Ik zou er zeker aan beginnen. En dan voel je in de loop van het traject wel of het iets is voor jou en of je dat wil. Ik denk dat het belangrijkste is. Het moet bij je passen en je moet de tijd en de energie ook zelf in willen steken. Het is niet zo dat het je aangereikt wordt. Je moet er zelf wel keihard voor werken. Ja. En het is niet altijd leuk, maar uiteindelijk wordt het wel heel veel beter.